Na ruim anderhalf jaar schrijven is woensdagavond het boek over de wielergeschiedenis van de voormalige gemeente Gendringen gepresenteerd in Ulft. Tijdens een avond vol beelden en verhalen uit de wielerhistorie kreeg Koen Bouwman het eerste exemplaar overhandigd. Het is gewoon een eer dat je überhaupt wel ervoor gevraagd bent om in het boek voor te komen. En helemaal als je daar ook het eerste boek mag gaan signeren is wel echt wel speciaal. Ja, zeker. Wie weet wat er nog komt, maar op dit moment draait al het wielrennen hier in de omgeving om Koen Bouwman. En dan is het logisch. En hij komt dus ook in de ondertitel voor. Dus van Evert Cornelissen tot Koen Bouwman. Nou, Evert Cornelissen is er niet meer, maar Koen Bouwman nog wel. Cornelissen was een van de deelnemers aan de eerste wielerwedstrijd in de regio in de jaren 20. Het boek vertelt verhalen van lokale helden vanuit de vorige eeuw tot aan de historische overwinning van het bergklassement door Bouwman tijdens de Giro d'Italia van 2022. Je begint bij het begin en het begin dat was hier in 1926 met de grasbaanraces. En we zijn dus doorgegaan tot en met heden. En we hebben ongeveer 20 interviews hebben we met oud-wielrenners gedaan. En daarnaast natuurlijk heel veel uitgezocht in historische bladen en op internet enzovoort. Waar de gemeente vroeger verschillende wielerrondes kende en de Nederlandse wielertop jarenlang deelnam aan de Ronde van Gendringen, is daar nu alleen nog de Ronde van Ulft van over. Bouwman, zelf mede-organisator van die wedstrijd, hoopt dat oude tijden gaan herleven. Het zou heel mooi zijn mocht dat ook weer dit ervoor zorgen dat het weer een opleving gaat krijgen. Maar het is uiteindelijk, als je dus alles hier ziet hangen, is het wel echt een grote geschiedenis. 160 pagina's, ben je wel even zoet mee, denk ik, hè? Ja, maar ik denk dat we dat makkelijk weg gaan lezen. Zeker alles wat hier in en om de Achterhoek is gebeurd en om de oude IJsselstreek. Met iets wat gewoon al vanaf je vierde jaar eigenlijk je passie is. Dan denk ik niet dat het heel lang duurt voordat het boek in ieder geval uit is, ja.